Met de rekentaak van vandaag, maandag 25 januari, gaan we werken in het rode deel van het boek. En we gaan daar taak 8 doen op bladzijde 16 en 17 van het boek. Het gaat over breuken en komma-getallen en het ombouwen van breuken naar komma-getallen en komma-getallen naar breuken. Dat is best lastig. We hebben dat gedaan in blok 3, want het is herhaling, want het is weektaak. Maar ik hoop dat jullie het nog weten en anders kijk met de video mee. Snap je een som? Zet de video dan stil. Of spoel de video dan door en ga hem vastmaken. Snap je hem niet, dan blijf je bij me en zet je de film na de uitleg stil en ga je de som alsnog eventjes helemaal maken. Goed, we pakken even een vergrotertje erbij. Hier is die. Met de komma-getallen hebben we te maken met de 10e, de 100ste en de 1000ste. En als ik dat op een schemaatje zet, dan ga ik een getallenschema zetten. Hier hadden we dat getallenschema, zoals je dat we dat vaker op het bord hebben. Hier stonden de lossen en de honderden. De tienen moet ik natuurlijk zeggen. En de honderden. En hier achter de komma staan de tiende. De honderdste. En de duizendste. En dan zijn er ook nog een heleboel meer. Maar daar gaan we het niet over hebben. Hier staat die komma. Dus als je komma-getallen wil ombuigen naar een breuk, een breuk naar een komma-getal, moet je altijd uitkomen op een tiende. En als je tiende hebt, kun je daarna pas de breuk gaan vereenvoudigen, zodat je uitkomt op een kleinere breuk, zoals ze dat zeggen. Nou, dat zijn een paar activiteiten, eigenlijk steeds dezelfde activiteit, in verschillende sommetjes. Maar ik ga hem je even som voor som voordoen. We gaan even terug naar som 1. Hier hebben we hem weer, maken hem weer even groot. Je ziet hier in de kolom van de tiende staan er 4. Nou, dat betekent letterlijk zoveel als ik heb 4 tienden. Hierna moet ik die 4 tienden, want ik moet, en we hebben dus nu het komma-getal als breuk geschreven. Maar ik moet de breuk zo klein mogelijk maken. Dus ik moet nu gaan vereenvoudigen. Dat betekent dat ik 4 tienden, de teller en de noemer, moet delen door dezelfde deler. Nou, dat is een kwestie van tafels kennen. Nou, ik zie bijvoorbeeld dat we beide getallen kunnen delen door 2. 4 gedeeld door 2 is 2. 10 gedeeld door 2 is 5. 2 vijfde. 2 vijfde verder gaat niet meer, want de tafel van 2 en 5 zijn op geen enkele manier te koppelen of in een andere tafel te herkennen. Dus als we teruggaan naar de bladzijde en die weer even vergroten, is 4 tiende gelijk aan 2 vijfde. Nou, zo ga ik deze ook doen. Ik schrijf eerst op 15e. 15e. En dan ga ik weer naar een nieuw antwoord zoeken. Som 1. Als je som 1 nu even wil gaan maken, ga je nu aan de gang. Zet je videootje even stil. En dan doe je het over. Zodra je met de som klaar bent, klik je weer in. Luister je weer. Goed. Som 2. Eigenlijk precies dezelfde activiteit. Alleen zit het in een ander schema. 4, 3, 5e. Moet ik omzetten naar een komma-getal. Nou, de 4 die kan ik sowieso handhaven, want het is een hele en die staat voor de komma en het gaat om het gedeelte achter de komma. Dus 3 vijfde is het gedeelte wat ik moet veranderen. Ik moet van 3 vijfde moet ik tiende maken. Daar ga ik een verhoudingstabel voor gebruiken. 3 vijfde. En dan wil ik naar tiende. Dan ga ik dit spelletje doen, dat hebben we wel vaker gedaan. Dat is 2 keer. Boven ook 2 keer. Dan heb ik 2 keer 3 is 6 tiende. En dan kan ik dat in mijn som weer terugzetten. 0 en dan komt daarachter 6 tiende. Nou, zo ga ik de andere sommetjes ook doen. Hier heb ik een komma-getal staan. Die 6 kan ik in die breuk gewoon meenemen. Alleen nu moet ik nog gaan uitrekenen 75 honderdste als komma-getal. Ik wissel hem even. In je schema, oh, dat doe ik steeds. In je schema staat dus 0,75. Er staan 2 cijfers achter die komma. Dat betekent dat het honderdste zijn. 75 honderdste. En nu ga ik een tafel zoeken waar ze allebei in zitten. De hele goede rekenaars die zien meteen dat je kan delen door 25.
Maar stel dat je dat niet ziet, dan ga je delen door 5. Dan krijg je eerst 75 gedeeld door 5, is 15, 100 gedeeld door 5, is 20. En dan ga ik verder, deel ik ze allebei door 5, is 3, dan wordt dat 4. Kijk ik of ik nog verder kan? Nee. Dus 3/4 is de kleinst mogelijke breuk. Ga ik hem opschrijven, krijg ik dus 6. En dan heb ik daar natuurlijk net even in de haast een kommaatje bij gezet. Maar dat gaan we natuurlijk even, we gaan hem even vergroten. Dat wilde ik eigenlijk even doen. Dan gaan we dat kommaatje even weghalen, want in een breuk staat natuurlijk geen kommaatje. Even breuk, kommaatje weghalen. Zo. En dan ga ik hier nog even bijschrijven. 3/4 die we net hebben uitgerekend. 3/4. Nemen we deze nou bijvoorbeeld nog eventjes. De 6 nemen we over. Zonder de komma. Dan zien we een 3 in het tweede vakje staan. Nou, kijk even met me mee. Er staat dus 0,03. Dat betekent dat we in het vakje van de 100ste staan. 3/100. Nou, dan ga ik kijken, kan ik daar verder iets aan veranderen? Nee, daar kan ik niets aan veranderen. Dus neem ik die meteen mee. Ik zal hem eerst even vergroten. Neem ik die meteen mee naar mijn som en zet ik hier neer 3/100. Nou, zo ga ik som 2 maken. Als je dit nu een klein beetje begrijpt, dan ga je nu som 2 doen. En dan zodra je klaar bent, dan start je je videootje weer bij dit gezicht. Goed, dan gaan we dus naar som 3 kijken. Ik haal hem even in beeld. Daar komt hij. Wat we hier moeten gaan doen is de breuken omzetten naar een kommagetal en de kommagetallen omzetten naar een breuk. Nou, er zijn 2 rijtjes, dat is duidelijk. In het eerste setje gaan we de breuken omzetten naar kommagetallen en in het tweede setje gaan we dat anders omdoen. En dan gaan we in eerste instantie steeds proberen om de breuk als 10e te schrijven. Nou, 4/5. 4/5 lukt niet. Daar ga ik dus eerst 10e of 100ste van maken. Ik wissel hem even. Oh, komt hij weer. 4/5. Omrekenen naar 10e. 2 keer. 2 keer. 8/10. Heb ik mijn schema. 10e is het eerste cijfer achter de komma. 100ste is het tweede cijfer achter de komma. Het zijn 10e. Dus ik zit achter het eerste cijfer. Hoeveel zijn het er? Het zijn er 8. Dus heb ik 0,8. En dan ga ik weer even terugkijken naar mijn getal. Wat moest ik maken? Er zit geen hele bij. Dus kan ik hier meteen opschrijven. 0,8. Nou, zo ga ik achter elkaar verder. Hier kijk ik 5/10. In het eerste vakje staat die namelijk. Nou, 5/10, die ga ik in eerste instantie opschrijven. 5/10. Nu is mijn antwoord al goed, maar ik kan me ook nog bedenken dat 5/10 een halve is. Dit zijn 1000ste. Nou, schrijf hem eerst op als 1000ste. 7/1000ste. Kan ik daar nog iets aan veranderen? Nee, waarschijnlijk niet. Nou, dan laat je hem staan. Goed, probeer som 3. En op het moment dat je hem klaar hebt, dan kom je weer uit bij dit gezicht. En dan gaan we even nog kijken naar som 4. In som 4, ik schuif hem even naar boven. En we gaan hem even kijken. Som 4 is waarschijnlijk de makkelijkste som van de taak. We moeten de getallen op de getallenlijn zetten. Die lopen van 0 naar 2. En dat betekent dat we hier het cijfer 1 hebben. Je weet vanuit dit soort oefeningen dat we kunnen gaan sorteren. Deze, deze en deze moeten in ieder geval in dit stukje staan. Deze en deze zullen in ieder geval in dit stukje staan. Dit is 1 hele, dus 1,
in de 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 17/10, 18/10, 19/10. En dan kan ik ze plaatsen. Hetzelfde geldt hier. De getallen waar er meer van zijn, die horen hier. En de getallen waar je die geen hele erbij hebben, die horen daar. Alleen dan nog even het goede plekje opzoeken. En dan zul je ook nog zien dat je met een getal uit de bovenste serie, een getal uit de onderste serie, op hetzelfde punt terechtkomen. Goed, een lastige les. De volgende twee sommen zijn extra sommen. Dat zou ik alleen maar doen als je het zeker weet. En trouwens, proberen kan altijd. Want cijfers krijg je voor deze taak niet. Het is de oefening. Ja? Oké, en dan tot slot. En dan hoop ik dat de goede rekenaars ook weer zijn aangesloten. In je map zit een stencil met CITO-rekenoefensommen. Dat is extra stof voor deze week. Ergens deze week ga je dat maken. Je mag er elke dag een paar maken. Je mag het in één keer afmaken. Maakt me niet uit. Het is je vast wennen aan de toetsen die toch ergens in de maand januari, februari, dat zal waarschijnlijk februari wel worden, naar voren gaan komen. Dus bekijk dat stencil. Ga de sommen maken. En probeer ze op te lossen. En in eerste instantie heeft het niet zoveel zin als je een som niet snapt, om hem elke keer aan mij te vragen, want dan kan ik je niks anders doen dan het antwoord geven. Maar kijk eens hoe ver je bent. Kijk eens of je sommen die je eigenlijk in de CITO M7 toets tegen zou kunnen komen, hoe je die sommen zou kunnen maken. Ja, het stencil zit in je materialenmap, dus ik zou zeggen, ga er mee aan de gang. En heel veel succes met weektaak 8 in het rode deel van je schrift.